Vandaag de 16-jarige Jordi, die nu al weet dat hij spitsenschipper wil worden. Beelden van de UK-172 die zich voor de kust van Denemarken vastvaart. En in de studio hebben wij Schuttevaart-columnist Kees Wiersum, a.k.a. kapitein Zware Kees. Dit is nu. Studio Schuttevaart, welkom. In Studio Schuttevaart praten we u elke twee weken bij over de ontwikkelingen in de maritieme wereld. In de studio hebben wij vandaag Schuttevaart-columnist Kees Wiersum. Hij is kapitein op de Grote Vaart. Welkom. Hij legt uit waarom de zeevarenden dagelijks worden geraakt door de coronacrisis. Welkom Kees, fijn dat je er bent. Straks hebben we een mooie reportage over de 16-jarige Jordi, arts die nu al zeker weet dat hij spitsenschipper wil worden. Maar nu eerst de UK-172. Vorige week ging het grondig mis. De boomkorkotter uit Urk kwam te dicht onder de Deense kust en strandde. Vervolgens tussen de banken van Lukken en Norrelingby. Pogingen van Urker collega's om het schip voor stranding te behoeden mislukten. We hebben beelden van deze poging die gemaakt zijn aan boord van de UK-19. Je bent 16 jaar oud en je weet al precies wat je later wilt worden. Niet veel jongeren kunnen dat zeggen, maar Jordi Aarts wel. Hij is 16 en zit op het Maritiem College in IJmuiden. En hij wil maar één ding, schipper worden op zijn eigen spits. Kijkt u naar een reportage van Bart Oosterveld. Ik ben hier vandaag in Herent in België en ik sta voor de mouterij waar de spits, de Retief, die ligt hier achter me, vandaag een partij van 300 ton gerst kon brengen uit Frankrijk. En schipper Bert Geldhof en zijn vrouw Geeske Wilms zijn deze reis niet alleen, want ze hebben een stagiair bij zich. En dat is Jordi Aarts. Ik ben Jordi Aarts, ik ben 16 jaar en ik zit op het Maritiem College IJmuiden. En wat doe je hier op deze spits? Nou, ik wil graag spitsenschipper worden, dus ik loop hier nu op eigen initiatief stage, zodat een beetje kennis te maken met de spitsenwereld. Ja. En hoe bevalt het? Nou, het bevalt hartstikke goed. Ja, ik vind het echt leuk. Ik word met de dag enthousiaster, dus dat is alleen maar goed. Heb jij speciaal voor de spits gekozen? Wat trek je zo aan in een spits? Nou, ik denk toch dat het het vaargebied is. Het is een hartstikke mooi vaargebied en je kan met de spits bijna overal komen. En dat is denk ik toch waarvoor ik voor een spits gekozen heb. En het is niet groot en het is ook niet te klein. Ik vind het prima zo. Ik hoef niet groter. Maar het is natuurlijk een klein scheepje. Heeft het nog wel toekomst? Nou ja, heeft de toekomst? Dat is natuurlijk de veelgestelde vraag. En met mijn opzicht, ik denk dat er nog wat toekomst in zit. Omdat het kan niet zomaar stoppen. Net zoals met het corona. Nu houden ons hoofd nu ook boven water. Dus ik geloof dat het met andere dingen ook zo zijn. Ik heb er vertrouwen in ieder geval. Ja. Zelf telefonisch contact met ons opgenomen en aan de hand daarvan hebben we een afspraak gemaakt. En toen hebben we
met zijn ouders kennis gemaakt en met Jordi. En ja, dat klikte, dus we vonden het erg leuk dat hij aan boord kwam. En waarom doen jullie dit? Ja, we hopen natuurlijk dat er jonge mensen zijn die er enthousiast van worden en die met ons mee willen en die de spitsenvaart leuk gaan vinden. Want dat is wat er nodig is, nieuwe mensen. En het liefst natuurlijk zo jong mogelijk, want die gaan nog een tijdje mee. Je bent 3 weken mee geweest. Wat heb je deze 3 weken nou nieuw geleerd? Nou ja, de handelingen met de touwen. En we zijn via de Schelde geweest. En daar hebben we flinke stroming gehad. En dat is dan leer je een beetje hoe je met stroming om moet gaan. En dan het schip gaat natuurlijk zoeken, omdat hij niet zo goed weet welke koers hij wil gaan leggen. En dan is het natuurlijk voor de schipper, zowel voor de schipper als ik en de schippers, zijn dat toch spannende momenten. Maar het is toch hartstikke goed gedaan. Door de corona zitten zeevarenden vast op zee. Ze kunnen door de willekeur aan regels geen kant op. Straks legt Zware Kees uit hoe hij en zijn bemanning die coronamaanden hebben beleefd. Hoewel het de laatste tijd met de aflossingen iets beter gaat, is het probleem nog lang niet uit de wereld. Zo blijkt uit dit interview met Niels van de Minkelis van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders. Wat is er nu precies aan de hand met die bemanningswisselingen? Waarom loopt dat zo stroef? Wat is het probleem? Het probleem is eigenlijk dat de zeevarenden te lang aan boord zitten. Ze hebben een bepaald contract en je ziet dat heel veel contracten eigenlijk voorbij zijn en dat mensen nog steeds aan boord zitten omdat ze simpelweg niet naar huis kunnen. Of omdat hun aflosser simpelweg niet naar het schip kan komen. En dat duurt nu al maanden. Welke risico's lopen die zeevarenden en lopen jullie als rederijen hiermee? Nou, het zijn vooropgesteld, het zijn professionals. Mannen en vrouwen, zeevarenden die dit gewend zijn, vaak langere tijd aan boord zitten en onder allerlei omstandigheden hun werk doen. Dus ze zijn wat gewend. En ze kunnen ook wat aan. Maar dit is een situatie, ja, die hebben we nog niet eerder gezien. En dit doet ook wat met mensen, zeker als je niet weet wanneer je afgelost gaat worden. Als er geen goed vooruitzicht is van op die en die dag kan ik naar huis. Kijk, als mensen oververmoeid raken, ja, dan zijn er wel risico's op ongevallen. Kun je eens schetsen hoeveel zeevarenden er nu nog vastzitten op hun schepen? ICS, onze internationale redersvereniging, die geeft aan dat het ongeveer om 250.000 zeevarenden gaat. En als het gaat om Nederland, zijn daar zo'n 1200 zeevarenden die eigenlijk ook naar huis zouden moeten. Wat zijn nu nog de grootste knelpunten voor die bemanningswissels? Als we kijken naar die woonlanden, dan zie je dat het in de Filipijnen nog moeizaam is om die grote getalen aan zeevarenden van en naar de Filipijnen te krijgen door allerlei restricties. En ook hier in onze achtertuin in Nederland zien we ook nog knelpunten. En dan gaat het voornamelijk om visa gerelateerde knelpunten, maar ook bijvoorbeeld de tijd die een zeevarende die van het schip in een Nederlandse haven afstapt en naar het vliegtuig wil, die moet zo kort mogelijk zijn. En wij zouden zeggen, ja, geef daar iets meer flexibiliteit, zodat bijvoorbeeld 7 dagen de tijd is om te kunnen afwachten tot die schaarse vluchten die gepakt kunnen worden. En hoe leidt dat tot een probleem als zo'n zeevarende binnen 24 uur weg moet terwijl er geen vlucht is? Wat gebeurt er dan? Wat is dan het knelpunt? Ja, dan moet de zeevarende op het schip blijven. En het schip kan lang niet altijd even een paar dagen extra in de haven blijven. En in het slechtste geval kan een bemanningswisseling dus gewoon niet doorgaan. Kun je schetsen wat je eigenlijk sinds half maart al bereikt hebt voor de zeevarenden? Want die hebben best wel een hoop dingen al gerealiseerd. Ja, we hebben al maandenlang intensief overleg met allerlei ministeries. En dan gaat het om de situatie in de woonlanden en het verkrijgen van visa al daar. En dan moet ik zeggen, complimenten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, die daar echt heel goed werk doen. Je ziet dat de ambassades weer open gaan en dat de visa-afgifte weer op gang komt. We hebben overleg met KLM gehad en we zijn tot een soort samenwerking gekomen om luchtbruggen op te zetten.
En ik moet zeggen, we zijn nu op ongeveer 8000 zeevarenden die KLM al naar huis heeft kunnen brengen en vanuit huis naar de schepen heeft kunnen brengen. Dus dat zijn toch 8000 families die weer hun zeevarenden, hun geliefden in de armen kunnen sluiten. Jullie waren eind juni nog best wel kritisch over hoe die luchtbruggen functioneerden. Nu is het een maand later. Hoe kijk je er nu tegenaan, tegen die luchtbruggen? Gaat dat nu wel goed? Ja, op wereldwijd niveau nog niet. Nog lang na niet, zal ik maar zeggen. Daar is echt nog heel veel te doen en zijn de vluchten schaars. Maar die samenwerking tussen KVNR en KLM, die geeft echt wel zijn vruchten. Die werpt zijn vruchten af. Dus wat ik al zei, 8000 zeevarenden die al naar het schip of naar huis gebracht zijn. Ik vind dat toch wel een prestatie. Jullie zeiden ook toen van de Nederlandse overheid moet dapper durven zijn. Wat bedoelde je daar toen mee? Ja, dan gaat het met name om die knelpunten hier in onze achtertuin in Nederland. En er zijn er eigenlijk twee knelpunten. Dat gaat om het afgeven van een visum hier aan de grens op Schiphol. Daarin is er nog ruimte voor verbetering. Nu maximaal 65 per dag. Dat zou meer kunnen. En de criteria die gesteld worden, die zouden wat ruimer kunnen. En het tweede is die tijd die een zeevarende die hier van een schip in een Nederlandse haven afstapt en in het vliegtuig moet zitten, die zou ook opgerekt moeten kunnen worden. Kees, of ik kan beter zeggen, zware Kees. Je schrijft al jaren een column voor de Schuttevaar. En ik krijg best vaak de vraag, waarom heet hij eigenlijk zware Kees? Want hij is niet zo dik. Nee, de meeste mensen kijken zo eens naar mijn postuur en denken van dat klopt niet. Maar een van de vorige redacteuren van Schuttevaar, die vond dat ik een Schuttevaar naam moest hebben. Een columnnaam. En die zegt van, nou, je zit in de zware ladingvaart, dus we noemen je zware Kees. Nou, zo is het gekomen. Okay. We hebben je vandaag uitgenodigd om te praten over corona en wat dat doet voor de bemanningen. Je bent volgens mij nu net ruim een maand weer terug. Ja. Waar ben je op het vliegtuig gestapt? Ik ben, eigenlijk ben ik heel erg gelukkig geweest met mijn termijn aanvaren. Ik ben naar Singapore gevlogen en twee dagen later ging alles op slot. Luchthavens, alles. Toen zat ik inmiddels aan boord. En toen het allemaal weer een klein beetje rustiger werd, lag mijn schip in Korea. En kon ik rustig in Korea naar huis toe. En dat tot in tegenstelling van veel bemanningsleden die al veel langer aan boord zaten. Precies. Je hebt dus niet langer aan boord gezeten dan eigenlijk de bedoeling was? Ik niet. Nee. Maar veel wel. Je zegt het al een beetje. Heel veel zeevarenden, met name denk ik uit de Aziatische landen, hebben echt wel heel lang extra aan boord zitten. Kun je eens schetsen hoeveel langer die matrozen bijvoorbeeld aan boord zaten? Ja, zeg dat een gemiddelde matroos 10 maanden uitzendtermijn heeft, 10 maanden contract. Er zaten bij ons al een paar mensen die 13 maanden aan boord zaten. En ik hoorde van mensen die dus 14 en zelfs 15 maanden aan boord zaten. Dus dat, het is niet zozeer dat ze zo lang aan boord zitten, maar ook dat ze niet weten of en wanneer ze eraf gaan. Die onzekerheid. Dus het is elke dag is het weer wachten op goed nieuws en weer verkeerd nieuws. En dat gaat toch mensen parten spelen. Zie je zeker. En waarom mochten ze eigenlijk niet van boord? Ze konden gewoon domweg niet van boord. Heel veel havens mag je gewoon niet van boord af. Dat is heden ten dagen ook nog zo. Maar heel veel vluchten zijn gewoon gecanceld. Heel veel vliegtuigen zijn dicht. Heel veel landen hebben een complete lockdown gehad. En daardoor kunnen de mensen gewoon niet van het schip af. Daarbij denken ook nog heel veel landen dat wij de melaatsen zijn. Dat wij het virus komen brengen. Terwijl wij er zo vaak 2, 3, 4 weken op zee zitten met de hele groep. En als er dan eentje corona had, dan hadden we het wel geweten natuurlijk. Dus wat doet dat nou met zo'n bemanning? Dat ze zeg maar op een gegeven moment kijken ze ook allemaal heel erg uit naar dat moment dat ze weer op het vliegtuig mogen stappen. En op een gegeven moment komt die corona. En dan komt er een onzekerheid. Wat doet die onzekerheid met die bemanning? Nou, het kan natuurlijk verschillende kanten uitgaan. Mensen die worden lusteloos. Mensen die zijn niet zo scherp meer als dat ze waren toen ze pas aan boord stapten. Er zijn mensen die krijgen gewoon simpel heimwee. Mensen die worden mat, zal ik maar zeggen. Het kan ze allemaal niet zoveel meer schelen. En dan krijg je natuurlijk risico's op ongevallen aan boord. Het werk gaat gewoon door. Hè. De havens blijven gewoon 24 uur per dag werken. Het is alsof er geen corona is als het om werk gaat.
En wel, voor de mensen is het dan een heel andere belevenis. Het is net zo zwaar werk als dat het was voor 10 maanden. Ze zijn niet voor niets 10 maanden en dan naar huis toe. Dan zijn ze echt op. En wat kon jij als kapitein nou doen om dat geestelijke leed wat te verlichten? Ik las ergens dat er filmavonden werden georganiseerd. Of... Ja. Wat heb je kunnen doen? Ja, ik was toevallig in de tijd dat ik aan boord was, was ik jarig. En toen, in mijn achterhoofd hebbende dat onze minister van Infrastructuur ons helden heeft genoemd, heb ik een heldendag georganiseerd. Dus iedereen moest verkleed als held komen. En, superheld. Superhelden, kijk, ja, kijk, met kijk. Superkrachten. En dat hebben ze dus allemaal trouw opgevolgd. Dat was een enorme happening. Heel erg leuk geweest. Welke en, superheld was je zelf? Ik was Iron Man. Iron Man? Ja, natuurlijk. Kijk. Ja. En dat was allemaal hartstikke leuk. We hebben er gewoon een leuke dag van gemaakt. Daarna een barbecue. En op die manier probeer je toch de mensen weer een klein beetje op te vijzelen. Wordt dat gewaardeerd door die zeevaart? Ja, dat wordt zeer zeker gewaardeerd. Wat ik ook probeerde is niet het onderste uit de kan willen halen. Ik ga niet de mensen pushen dat ze nou, nog maar een schepje erbovenop, nog maar een schepje. Op een gegeven moment is het gewoon genoeg. En dan zeg je, jongens, we stoppen er wat eerder mee. Of we gaan wat later beginnen bijvoorbeeld. Of iets in die buurt, hè, dat niet constant maar die druk erop staat. Want als dat zo is, dan gaat het echt fout. En behalve die geestelijke druk op die zeevarenden, had je natuurlijk ook veel te maken met allerlei voorschriften. En een van je columns schreef je ook van dat er elke dag wel weer een nieuw voorschrift uit de faxen rolde. Of, ja. Kun je dat eens schetsen? Hoe merkte je nou dat er corona was aan boord? Dus niet, het was geen corona, maar hoe merkte je dat nou? Kijk, corona dat laat zich omschrijven doordat het elke dag anders is. Elke dag zijn er nieuwe wetten, elke dag zijn er nieuwe protocols. Elke dag verandert de hele situatie ook. Eigenlijk niemand wist waar we aan toe waren. De reder heeft zijn stinkende best gedaan om daar een protocol voor te maken. Die wordt iedere keer aangepast. Maar ook de havens die hebben bepaalde protocollen. Klein voorbeeldje, in Shanghai met heel veel pijn en moeite proviant besteld. De truck die komt aan de wal, die komt aan de kade langzij het schip. En wij zeggen, nou, breng het maar aan boord. Ja, zegt die chauffeur, ik mag het niet aan boord brengen. Dat moeten jullie zelf doen. Ja, ik zeg, maar wij mogen niet. Wij mogen de wal niet op. Dus dan heb je proviant naast het schip staan. Maar niemand mag eigenlijk dat proviant aan boord. Het klopt gewoon niet. Dus ik heb even zwaar de wet overtreden en de mensen aan de wal gestuurd om de proviant aan boord te krijgen. We moeten toch eten. En wat is, je vertelde, we hebben natuurlijk een voorgesprek gehad, hè, en je vertelde toen dat er best wel wat aparte dingen zijn gebeurd. Wat is nou het meest bizarre wat je in die 3,5 maand dat je aan boord zat hebt meegemaakt of wat je gehoord hebt van... Ja, wat ik gehoord heb is dat er, en wat we ook meegemaakt hebben, medische zorg bijvoorbeeld, als je zegt van ik heb kiespijn of zo, je mag gewoon de wal niet op. Je hebt gewoon geen medische zorg meer als zeevarende. Er was een bemanningslid op een buitenlands schip. Ik weet niet precies welk schip dat was, maar die had hartproblemen. En hij mocht de wal niet op, want er heerste corona aan de wal. Dus met zijn hartklachten moest het schip 300 mijl verdagen, moest het schip 300 mijl naar een andere haven varen, waar hij wel de wal op kon. Dat was in een ander land intussen. Die man had gewoon dood kunnen wezen. Heb je zelf nog medische ingrepen moeten... Ik zelf niet. Heb je nog kiezen moeten trekken? Nee, ik heb zelf geen medische ingrepen behalve... Hey, we zagen net dat filmpje van de KVNR. Die zijn best wel heel actief geweest. Die hebben best wel veel overleg gehad met het ministerie en zo. Vind jij dat de overheid, de Nederlandse overheid, genoeg heeft gedaan om die aflossingen mogelijk te maken? Nou, ze zijn begonnen om ons helden te noemen. Dat vond ik al heel wat. Ik ben nog nooit een held genoemd en ik vind dat wel een prima iets. Maar om die heldenstaten waar te maken, zullen ze toch aan de bak moeten. Zullen ze toch... moeten doen wat in hun vermogen ligt om in ieder geval die zeevaarden die gezien worden met een vitaal beroep, die gezien worden om de wereldeconomie draaiende te houden, dat deze zeevaarden gewoon vrij reizen krijgen. He, er moet iets geregeld worden, een visum bijvoorbeeld of zo, dat deze zeevaarden horen, omdat ze horen tot een vitale beroepsgroep, dat ze gewoon compensatie krijgen overal en dat ze gewoon alle landen ter wereld kunnen bereizen om naar en van hun schip te gaan. Want als de zeevaart stopt, dan stopt de hele economie zeer zeker. Dat is een ding wat zeker is. Ja, hey, en je bent nu weer even een paar maanden thuis. Ja. Is er al zicht op wanneer je weer in het vliegtuig moet stappen? Nee, ik heb nog geen concrete voorbeelden of geen concrete berichten gehad. Maar normaal ben ik 3 maanden thuis en dan
wordt er wel weer gebeld door bemanningszaken, ja, dat het weer tijd is. Hey, en nog even terug naar de sfeer aan boord. Jij zei ook van, je mocht ook echt niet van boord, hè? Ja. Dat is best wel uniek, want meestal als je natuurlijk zo'n lange tocht maakt, dan mag je overal eens een keer even aan boord. Ja. Wat doet dat dan specifiek, dat je dus alleen maar op zo'n schip zit? De mensen krijgen gewoon het idee dat het werken, slapen is. Het is geen ontspanning meer. Er is geen ontspanning. Die balans die is gewoon zoek. Normaal heb je een beetje een balans, de ontspanning en werken. En dan kunnen de mensen heel veel aan. Dan kunnen ze 24 uur door als het moet. He, er worden shifts gemaakt en dan gaat het gewoon door. Het schip gaat gewoon door. Maar de Filipijnen bijvoorbeeld zijn dol op even shoppen. Die willen graag even met allerlei spullen eventjes snel de wal op om even wat te kopen. Dat is hun manier van ontspanning. Nou, ik wil graag lekker wandelen met mijn camera op standby en leuke dingen fotograferen. Andere mensen willen graag 's avonds even naar de kroeg toe om een biertje te drinken, ik zeg maar wat. Dat is er allemaal niet meer mogelijk. Ondanks dat wij gezond verklaard worden, we zijn 2-3 weken op zee. Ondanks dat we temperaturen bijhouden, ondanks dat we 3 of 4 keer getemperatuurd worden bij inklaren. Dan vraag ik me ook overigens af, de mensen die dat doen, wat is hun geschiedenis de laatste 2 weken? Ja. Toch mag je er wel niet op. Ik zeg, is hier corona dan? Ja, er is hier geen corona. Ik zeg, wij zijn gezond verklaard, ja? Ja, jullie zijn gezond verklaard. Ik zeg, dan kunnen we er wel op. Nee, mag niet. Hey, deze zijn vreemde dingen. Maar ik vrees dat als jij over 1,5 maand weer op vliegtuig stapt, dat er niet veel veranderd is, hè? Ik denk het ook niet. Als ik zo de nieuwsberichten volg, en dat doe ik, dan zijn veel landen weer strenger geworden in het toelaten van mensen. Dus er moet echt wat gaan gebeuren vanuit overheidswegen. Ja. Er moet echt een, zoals de Schengen truckchauffeurs, die in heel Schengenlanden gewoon de grenzen mogen passeren zonder enige problemen. Zo moeten de zeevaarden over de hele wereld kunnen vliegen. En er zijn natuurlijk restricties in vluchten. Er zijn heel veel companies die geen vliegtuigen inzetten. Maar vakantiegangers kunnen ook teruggehaald worden als het moet, hè? En waarom wij dan niet? Waarom moeten wij achterblijven op de cruiseschepen? Waarom moeten wij in quarantaine voor zoveel? Hè? Dat is een beetje vreemd. Dat botst een beetje. Daar worden mensen een beetje boos over. Precies. Maar goed, je mag nog 1,5 maand lekker in Nederland blijven. Ja. We gaan natuurlijk allemaal weer jouw columns lezen. Als je weer in een mooi warm land bent. Ik dank je hartelijk voor jouw komst naar de studio. Zware Kees. Het was leuk. Dankjewel. Ja. Dit was Studio Schuttevaar. Over 2 weken zijn wij weer. Onze studiogast is dan Henk van Laar. Hij is een van de oprichters van Covadum. Het platform waarmee schippers altijd de precieze diepte van de vaarweg weten. Dag en tot ziens.